Vandaag was er in het Indonesische Jakarta een aanslag. 5 terroristen kwamen om en er zijn tenminste 2 burgerslachtoffers gevallen. De vleugels van IS spreiden zich uit. En hoe groot is de macht van IS? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Wederom slaat IS toe met een bloederige aanslag. Dit keer in het Indonesische Jakarta. Bij mij in de studio Jan van Bentum, journalist, buitenlandsjournalist bij het Nederlands Dagblad. Zeg ik dat goed? Buitenland commentator. Commentator. Ja, hartelijk welkom. Wat is er vanmorgen gebeurd in Jakarta? Aantal terroristen, minimaal 5, want zoveel zijn er omgekomen. Misschien zelfs 14, zei de politie in Jakarta. Hebben geprobeerd aanslagen te plegen in een wijk, vlakbij het centrum, waar vrij veel ambassades staan. Franse ambassade, bijvoorbeeld Canadese. Maar ook VN-gebouwen, waar een theater is, waar een Starbucks-restaurant is. Een Amerikaanse keten. Amerikaans, dus veel westerse internationale aanwezigheid. En daar is geschoten en daar heeft een aantal terroristen zichzelf opgeblazen met een bomgordel die ze droegen of een bom in de rugtas die ze bij zich hadden. Dat wordt nog precies uitgeplozen hoe dat zat. Het lijkt dus heel erg op de aanslagen die er zijn geweest in Parijs in november. De opzet, de manier van uitvoering, ongeveer hetzelfde. Zij dat terroristen die in Jakarta hebben geschoten, dat deden met pistolen. Niet met Kalashnikovs, zoals dat in Parijs wel gebeurde. En locaties, een bioscoop is er ook in Jakarta betrokken. Een concertzaal in Parijs. Alleen die concertzaal in Parijs, de Bataclan, die zat natuurlijk vol met mensen. En daar zijn meer dan 80 doden toegevallen. Van de 130 die er in totaal zijn gevallen. Het theater in Jakarta was niet open, althans er was geen publiek. En het lijkt erop dat het niet echt tegen dat theater gericht was, de aanslag, maar dat ze daar naartoe zijn gevlucht. Of de wijk hadden proberen te nemen nadat ze in vuurgevecht met de politie zijn gekomen. Er zijn uiteindelijk maar 2 burgerslachtoffers gevallen. Alsnog te veel. En 1 zwaar gewond. Een Nederlandse VN-medewerker. Ja. Maar het lijkt een beetje knullig. Als je naar Parijs kijkt, is dat een gigantische aanslag met heel veel doden. Ja. En dit is een stuk. Het lijkt ook dat de politie hier veel sneller ter plekke was. De politie was sowieso veel gealarmeerder, omdat ISIS al een aanslag had aangekondigd. En wel rond de jaarwisseling, dus een dikke week geleden. En toen hadden ze dan gezegd dat er zal een groot concert komen. En dat bedoelden ze mee een grote aanslag. Toen hebben de regeringen van Indonesië, Maleisië en Singapore ook een officiële waarschuwing aan de burgers uitgevaardigd. Want ISIS zit inmiddels in meerdere landen daar in de regio. Van kijk uit, ook zeker op plekken waar mensen, veel mensen zijn. Daarbij zei de politie toen ook, het is niet de vraag of er een aanslag komt, maar alleen nog wanneer. Dus ze waren gealarmeerd? Ze waren zeer gealarmeerd, ja. En zeer op hun hoede. Als we kijken naar Indonesië, wat voor land is dat? Er zijn heel veel islamitische groeperingen. Ja, het is om heel kort samen te vatten, het is het grootste moslimland ter wereld. 243 miljoen inwoners, minimaal, want waarschijnlijk nog meer. Maar en verreweg het grootste deel daarvan is moslim. Alleen het grootste deel daarvan hangt wat dan heet de archipelago-islam aan. De eilanden-islam. En dat is een gematigde vorm van islam die er rekening mee houdt dat je verschillende soorten volken hebt over die 17.000 eilanden die Indonesië in totaal telt. Waar alleen een gematigde, een tolerante vorm van islam een band kan smeden. Nou, daar zijn grote groeperingen die dat ook uitdragen. Dat is ook een onderdeel van de politiek van Indonesië. Maar om IS, tolerant te IS zijn. IS is daar niet mee eens. Absoluut niet. Maar IS is niet de eerste. Kijk, Indonesië heeft al een geschiedenis van bloedige aanslagen. Denk alleen al 2002, de aanslagen in Bali. Op ook weer uitgaansgelegenheden waar veel westerlingen kwamen. En hotels ook, hè? Hotels ook. Het Marriott Hotel, het Ritz Hotel. Maar Bali met name waren heel veel Australiërs het slachtoffer. Australië is 80 stuks minstens van de 202 doden die er toevielen. Dus dat zijn wel heel forse aanslagen. Het geeft ook aan dat er wel een voedingsbodem voor die extremistische islam in Indonesië. Het is een kleine voedingsbodem. Het is niet iets van de afgelopen jaren, maar het is echt al iets wat al jaren dat speelt. Dat dateert al eind van de jaren 40. Zodra Indonesië is ontstaan als een seculiere staat.
En daar zijn dus extremistische moslims het vanaf het begin niet mee eens geweest. In Indonesië moet een moslimstaat zijn met een sharia als uitgangsbasis. Als we kijken naar de IS, die ziet het grote Westen als vijand. Het Westen als grote vijand. Waarom gaan ze dan opeens naar een islamitisch land? Nou, ISIS zit allereerst de Sjiïtische moslims als de grootste vijand. Pas daarna de kruisvaarderslanden, zoals ze dat de Westerse landen noemen, die strijden tegen moslim-extremisme, en de Joden. En dan komen de moslims die niet moslim genoeg zijn, die niet islamitisch, die niet gelovig genoeg zijn. Zoals in Indonesië, in hun ogen. Maar bedenk wel, deze aanslagen waren dus ook in een wijk waar heel veel Westerse doelen waren. Ja. Of wat zij dan als Westers zien. De Verenigde Naties bijvoorbeeld is niet per definitie Westers. Maar dat zien zij wel als een Westers instrument om de macht over de wereld te vestigen en de moslims te onderdrukken. En dat is hun verhaal. Ja. In hoeverre is zo'n aanslag als vandaag, is dat gecoördineerd vanuit IS-gebied? Of zijn dit losse groeperingen die sympathiseren met IS? Beide. Je ziet dat ook in aanslagen bijvoorbeeld in België, daar heb je lokale groeperingen die sympathiseren met IS of met ISIS. Ik spreek liever over ISIS, want IS, Islamitische Staat, pardon, ik wil ze niet de naam staat geven. Ja. ISIS is wat het is, namelijk de Islamitische Staat in Irak en Syrië. Ja. Zo noemen ze zich als beweging, dat is het. En dat ze grondgebied hebben is al jammer genoeg. Maar goed, ja. Ze hebben in meerdere landen volgelingen. Boko Haram bijvoorbeeld in Nigeria heeft zich solidair verklaard aan ISIS. Je zou dat ISIS kunnen noemen. Je hebt delen van Al-Shabaab en Somalië noemen zich solidair met ISIS. Noemen zich dus ook een provincie van ISIS. Maar wordt dan zo'n aanslag gecoördineerd vanuit ISIS-gebied? Of wordt er materiaal? Wat we zagen bij Parijs is dat er toch een behoorlijke coördinatie vanuit Syrië, vanuit Raqqa is geweest. Ja. Wat we nu zien in Indonesië zijn aanwijzingen dat er wel een vorm van coördinatie door ISIS is geweest. Tenminste, één van de aanvallers wordt door getuigen omschreven als een donker getinte man, jonge man, duidelijk niet een Indonesiër. En dat was een van de mensen die heeft geschoten, dus niet zichzelf heeft opgeblazen, maar heeft geschoten. Dat zou erop kunnen duiden dat er een man van Arabische afkomst of zo tussen was. De manier van de aanslag plegen lijkt de kopie van Parijs, maar geen gelukte kopie gelukkig. Daarnaast was er ook een Belgisch pistool? De Indonesische politie heeft gezegd dat degene die schoten met FN-pistolen. Dat is, FN is een bekende Belgische wapenfabrikant. En een van de typische pistolen die zij maken, wordt vooral van polymer, dus van kunststof, gemaakt. Met natuurlijk wel met metalen hartdelen. Dat is makkelijk te smokkelen. Maar die is makkelijker te smokkelen. Die wordt minder snel ontdekt dan bijvoorbeeld een volledig metalen pistool. De klassieke versie. Dus daarin zien we dat het ook eventueel vanuit het Westen bevoorbereid kan zijn. En we zagen bij Parijs al dat de bommen en de wapens allemaal uit België kwamen. Twee buitenwijken van Brussel. En Charleroi, ja. Daar is onlangs nog weer een schuilplaats van de ISIS-terroristen ontdekt. Ja, maar als we dat dan allemaal bij elkaar zien, sowieso Parijs al, dan nu Indonesië, afgelopen week was Turkije er ook nog bij. Istanbul heeft een zware aanslag nog gehad een maand geleden. De dreiging in Duitsland, in België. IS lijkt zijn wortels enorm uit te breiden, enorm veel groter te worden. Ja, het heeft, er is sinds de Tweede Wereldoorlog geen conflict. Dat zoveel buitenlandse strijders, vrijwilligers heeft getrokken dan de strijd van ISIS in Syrië en Irak. Minstens 15.000 buitenlandse strijders zijn daar, waarvan 4.500 minimaal uit Westerse landen. Dus Verenigde Staten, Canada, maar ook 3.500 uit Europa. Als je dat afzet tegen Indonesië, er zijn tussen de 200 en 500 ISIS-strijders uit Indonesië. Terwijl daar dik 200 miljoen moslims wonen. Dus in verhouding gaan daar betrekkelijk weinig mensen naartoe, vanuit Indonesië naar ISIS. Maar toch zie je net als bij in België en net als in Frankrijk dat teruggekeerde ISIS-gangers of ISIS-gangers die contact leggen in Syrië met anderen of in Irak, dat die wel een cruciale rol gaan spelen bij toch meer aanslagen in het Westen waar ISIS zich op toelegt. De verandering is, denk ik, ISIS breidt zich niet meer zo uit in gebied. Nee. Vorig jaar gingen ze als een stormwind over Noord-Syrië en Noord-Irak.
Maar dat wordt redelijk ingebed door de Koerden. De Koerden hebben die storm in het noorden van Irak tot stoppen weten te brengen. In het zuiden van Irak, bij Ramadi, dat hebben ze nog ingenomen. Maar uiteindelijk zijn ze daar toch door lokale strijders, het Iraakse leger. En ook de internationale coalitie tegen ISIS, dus onder leiding van de VS, tegengehouden. Ramadi is nu bevrijd van ISIS. Dat betekent het is helemaal platgeschoten en een puin. Maar daar kan ISIS zich niet meer schuilhouden. Ja. Hetzelfde heb je gezien met Tikrit, ook een plek in Irak. Dus maar dat is langzaam het gebied. Stopt het de uitbreiding. Wat krijg je nu? ISIS pleegt aanslagen in landen die zich tegen hen hebben gekeerd. Ja. Of die ook moslims oproepen van sluit je niet aan bij ISIS. En dat is bijvoorbeeld Indonesië. Ja, ja. Het grootste wapen van IS of van ISIS is angst, kunnen we wel zeggen. Het is echt een terreurbeweging. Ja. Kunnen we ons daartegen wapenen? Ja. Laten we nog heel eerlijk zijn. ISIS is niet anders dan bijvoorbeeld Al-Qaeda was. Al-Qaeda heeft de grootste terreuraanslag aller tijden gepleegd. He, met de aanslagen met 11 september in New York en in Washington. ISIS gebruikt het handboek voor terreur van Al-Qaeda. ISIS verwijnt in zijn eigen bladen. Ik heb, als je wilt, zelfs een voorbeeld wel bij me. Van het blad Dabiq. Dat is het magazine van ISIS. Propaganda-magazine. Dat is een propaganda-magazine. Prachtig ziet het eruit. Wordt geleid, gecoördineerd door een Duitse ICT'er die dat heel gelikt maakt. Ja. Het is ook in het Turks te krijgen. Het is ook een Frans blad. Maar het is een en al dood en verderf. Het is een en al dood en verderf. Het laatste nummer van Dabiq, het jongste, dat is uitgekomen pal na de aanslagen in Parijs, heeft ook alleen maar één kop: terror. Terreur. Ja. Dat is hun handmerk. Want ze willen dat uiteindelijk door angst de westerse samenleving gaat toegeven aan hen. Maar stopt met zich wapenen tegen hen te verdedigen. Niet bang te zijn. Wij hebben. Maar niet bang te zijn als er telkens een ander fundament. Aanslagen zijn. Ja, die aanslagen zijn er. En daar zul je dus met name je inlichtingendiensten, je veiligheidsdiensten, je politie zal er alert op moeten zijn. Maar je moet ook vooral je eigen kracht terugvinden. Hey, als christen zeg je van, hey, onze westerse samenleving is voor een belangrijk deel gefundeerd op bijbelse normen en waarden. Dat vind je terug in de Europese cultuur. Moffel dat niet onder tafel. Ga niet als D66 zeggen, nou schrap maar, wij willen van Oranje bij de gratie Gods koning. Nee, schrap dat niet. Dat is waar we vandaan komen. Dat is waar we voor staan. En dan kun je ook verwijzen naar, nou, er zijn ook humanistische uitgangspunten in onze samenleving, maar die staan niet haaks op de christelijke uitgangspunten van rechtvaardigheid, barmhartigheid, naastenliefde. Maar daar hoort ook bij een overheidstaak om je burgers te verdedigen. Paulus zegt ook, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Daar ligt wel degelijk een taak. Dus aan de ene kant moet je de christelijke barmhartigheid uitstralen. Zeker bijvoorbeeld in de opvang van vervolgde christen, maar ook andere vluchtelingen. En aan de andere kant moet je zeggen, jullie zijn het werktuig van de dood. Je bent het werktuig van het kwaad. We zullen je stoppen. Hoe dan ook. Hoe kunnen we ze stoppen? Daar hebben we militaire middelen voor. Daar hebben we politieke middelen voor. Daarbij kun je bijvoorbeeld landen waarin groeperingen zijn die ISIS en Al-Qaeda steunen. Denk aan bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Het is lid van de coalitie tegen ISIS. Ja. Tegelijkertijd heb je bewegingen in Saoedi-Arabië die een zeer radicale vorm van het salafisme willen verspreiden. Stop dat. Stop die financieringsbron. We worden ook opgeroepen om te bidden voor onze vijanden. Dat is soms best lastig met dat dit soort berichten. Dat is best lastig. Maar stel je nou voor dat juist door het gebed van de kerk en de steun van de kerk ook aan de broeders en zusters in die gebieden van vervolging, dat ISIS-strijders daar gaan inzien wat wij doen is moord. En waar is dat een kenmerk van? Dat is een kenmerk van Satan. Shaitan, zoals zij hem noemen. Dus bidden is een machtig wapen. Bidden is ook een machtig wapen. Dat is het wapen van de gelovigen. En tegelijkertijd kun je tegen je overheid zeggen, jullie hebben andere wapens. Jullie hebben de inlichtingendiensten. Jullie hebben ook de middelen om te proberen deze terreurbeweging een halt toe te roepen. Meneer Van Bentham, heel erg bedankt voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Goedenavond.